Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending op de zondagavond. We gaan weer gezellig een avondje lekker aan het kliederen. Nou, vanavond had ik dus niet bekendgemaakt wat ik zou gaan doen. Want ik wist het zelf nog niet helemaal. En inmiddels heb ik besloten dat ik gewoon weer lekker verder ga kliederen in mijn art journal. Ik had nog allerlei spulletjes klaar liggen en daar wil ik gewoon lekker mee aan de slag gaan. Ik ga eventjes alles weer goed zetten, even het bericht delen. Mochten jullie het leuk vinden, kan je ook het bericht delen, zodat ook je creatieve vrienden kunnen zien dat ik live ben. En die eventueel ook, dat die ook weten dat er een gezellig avondje voor de boeg staat. Nou, ik heb alles klaargezet. Ik ga de iPad aan de kant zetten, want ik kan jullie reacties als het goed is weer zien. En dan gaan we zo meteen gezellig van start. Nou, wat is de bedoeling voor vanavond? Vanavond ga ik gewoon weer verder in mijn art journal. Ik heb hem dus lekker gepimpt. Hij is nog lang niet vol, dus deze moet nodig gevuld gaan worden. Dus daar ga ik gewoon een nieuwe pagina in maken. Ik ga deze even aan de kant leggen. Dan ga ik even zorgen dat ik wat zeep ga vinden. Dat ben ik vergeten te pakken. Dat zal vast nog ergens liggen. Ik ga eventjes spieken tussen mijn benden. Want ik heb dus echt heel veel verzameld. Ik ben eventjes aan het zoeken voor jullie. Mijn tape. Nou, het begin is al goed, zeg maar. Ik weet niet waar ik mijn tape heb. Maar dat kan ik wel eventjes anders oplossen. Want ik wil namelijk mijn pagina's even aan elkaar gaan plakken. Ach, ik zie hem al. Hij ligt toch verstopt. Nou, gevonden. Even mijn roze tape weer. En daarmee plak ik altijd twee pagina's aan elkaar vast. Ik vind dat zelf prettiger, want dan kun je lekker aan één stuk door gaan werken. Ik vind het wel het leukste om weer een dubbele pagina te gaan maken. Nou, ik kreeg al wel vragen van, nou, doe je alleen de voorkant bewerken? Nee, ik ga ook zeker de achterkanten allemaal nog wel bewerken. Maar dat moet nog komen. En ik denk dat ik dat net als jullie ook wat, ja, eigenlijk wat enger vind. Het makkelijkste vind ik om zo te werken en per pagina. Dan weet je zeker dat die kant gewoon goed is. Want de achterkant, ja, daar moet je natuurlijk mee oppassen dat die niet vies gaat worden tijdens het werk. Dus dat is altijd even een dingetje. Maar die achterkanten gaan ook nog komen. Het hele album moet gewoon volkomen. Nou, een kliedermatje erbij. En vanavond heb ik besloten om iets te gaan maken met het Rice Paper Rice JMA 04. Welke gedeeltes ik precies ga pakken, weet ik nog niet. Ik ga het er gewoon weer even opleggen. Want ik wil deze keer iets met blauw erbij hebben. Ik denk dat het wel leuk is om deze hier tot de helft te doen. En dan aan de andere kant weer een stukje terug te laten komen. Dat gaan we gewoon eens even proberen. Nou, ik heb besloten om gewoon dezelfde spulletjes als van de week te gaan pakken. Want ik heb gewoon geen tijd gehad om de spullen op te ruimen en weer nieuwe spulletjes neer te gaan leggen. Dus we gaan gewoon lekker met hetzelfde verder. En af en toe vind ik dat ook gewoon makkelijk. Dan kan je in één keer doorwerken. En voor nu vind ik dat zeker wel fijn, want wij hebben 14 december een demo dag. En dan vind ik het wel, wel prettig om toch redelijk wat voorbeelden te hebben. Nou, dit ga ik eventjes scheuren. En dan ga ik even kijken tot hoe ver ik hem ga scheuren. Want ik wil de zijkant wil ik recht hebben. En
Ik kan ervoor kiezen om eerst op te plakken, maar ik kan het ook zo eventjes uit gaan knippen. Ik weet niet wat handiger is. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dit eventjes knippen. Deze wil ik hier hebben. Dan ga ik deze denk ik hier onderaan plakken. Nou, ik zie dat mama ook meekijkt, mijn assistente. Ik heb de producten nog niet gelinkt, want ik weet natuurlijk nog niet wat ik ga gebruiken allemaal. Dus ik probeer dat achteraf nog eventjes voor jullie te doen. Nou, zo maak ik altijd gewoon even een beetje voor mezelf een indeling van waar wil ik wat hebben qua rijstpeper. Ik vind rijstpeper gewoon een ideale basis. Dan heb je al een heel mooi begin van je pagina en hoef je niet al te veel zelf nog aan de achtergrond te doen. Ja, de een vindt het makkelijker om de hele achtergrond op te bouwen. De ander heeft zoiets van, ik vind het fijn dat er al een groot gedeelte klaar is. Dus kijk wat je zelf prettig vindt. Ik wil er ook nog een stuk van deze mooie bloem bij hebben. Die gaan we op deze plek erbij doen. Nou, als je dat nat maakt, dan kan je het wel net wat makkelijker scheuren. Je kan het ook gewoon uit de losse hand gaan scheuren. Dat is gewoon even, ja, wat vind jij prettiger? Gewoon even lekker goed vochtig maken en dan kun je het zo wegscheuren. Zo. Ik denk dat ongeveer dit stukje. Moet ik hem nog ietsjes verder inscheuren. Nou, ik ga gewoon heel rustig op mijn dooie gemakje lekker aan het knutselen. Het is zondagavond. We hebben geen haast vanavond. Ik tenminste niet. En ik zie wel hoe ver ik kom. Als hij niet afkomt. Normaal gesproken heb ik ook niet altijd een art journal pagina in één keer klaar. Dus ik ga gewoon lekker relaxed knutselen. Nou, ik denk dat we deze indeling, dat dat wel leuk is. Dus dat gaan we lekker vastplakken. Nou, ik pak mijn Liquitex. Nog nooit met rijstpeper gewerkt. Nou, als je er nog nooit mee hebt gewerkt, pas op, één keer ermee werken en het is zo verslavend. Tenminste, dat vind ik wel. Het is gewoon echt, ja... Zo leuk om te doen. Nou, ik gebruik nu niet alle stukken van mijn velletje. En die overige gedeeltes, daar kun je natuurlijk zelf nog weer een leuke nieuwe pagina gaan maken. Ik gebruik daar zelf heel vaak nog weer mijn kleine art journal voor. Ik heb dan zeg maar deze kleine van Art by Marleen. En daar kun je heel leuk die kleine restantjes nog weer in gaan verwerken. Dit is bijvoorbeeld ja, met de restantjes van wat ik bij de live van afgelopen week heb gedaan. Dus dan kan je gewoon weer die restantjes ook opmaken. Dat is gewoon een klein formaat, 10 bij 10 centimeter. Je hebt zo'n pagina ook nog wel snel een keer klaar. Dat is gewoon, ja, wil je een keer lekker je hoofd leegmaken en... ja, aan de slag gaan, maar je hebt niet veel tijd, dan is dat art journal gewoon ideaal. Ik moet er wel bij zeggen, ben je een beginner met art journal en denk je van, nou, ik pak zo'n kleintje voor het gemak. Dat zou ik niet doen, dan zou ik toch eerder gewoon lekker gaan voor het formaat van 15 bij 15 of iets anders. Ik merk dat veel katermaaksters die een overstap willen gaan doen naar af en toe een keer mixed media, dat die bijvoorbeeld het formaat van 15 bij 15 heel fijn vinden. Want dat is natuurlijk vergelijkbaar met kaarten.
En dan is voor jezelf de drempel vaak al ietsjes lager. Dan zit het net wat meer in je comfortzone nog. Nou, deze, ik heb nu dus de Distress brushkwast van Tim Holtz. Momenteel is deze maat eventjes uitverkocht. Maar die komt hopelijk binnenkort weer binnen. Hij is bij de groothandel ook even uitverkocht. Deze moet je wel gelijk even afspoelen, want er zit dus wel lijm in. Hè? Dat Liquitex, dat is een soort lijm. Wat het verschil is met servetten. Servetten vind ik een stuk... weet ik niet. Ik vind dit makkelijker werken, als ik heel eerlijk ben. Wat exact het verschil is, kan ik zo niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd zeggen. Ik kan daar even zo niet op komen. Ik ga dit ietsjes verhitten. Ik plak het nu vast met de Liquitex. Ik heb de matte gel. Maar het kan ook heel goed met een ander gel medium. Je hebt bijvoorbeeld ook van Mod Podge heb je nog gel medium. Je hebt van Crafty Motions hebben we gel medium. Ik vind zelf die van... Dat kan er even niet opkomen. Van Joycraft's Heart Sealer. Ook heel erg fijn. Nou, een art journal is gewoon echt leuk om mee te gaan starten. Weet je, ik deed altijd kaarten maken. Maar op een gegeven moment, ja, je hebt zoveel kaarten. En wat doe je met al die kaarten? Ik verstuur ze niet allemaal. De winkel staat bomvol met voorbeelden. En ja, een kaart is na verloop van tijd dat je er eigenlijk niks meer mee doet. Ja, je geeft hem aan iemand anders. Die kan er heel erg blij van worden. Voor bepaalde situaties vind ik kaarten ook gewoon echt leuk. En ik blijf ook zeker kaarten maken. Maar wat ik van zo'n art journal gewoon het super leuke vind, is dat een soort dagboek is. Het is een creatief dagboek. En je kunt er elke keer kun je er weer doorheen gaan bladeren. En je ziet voor jezelf, zie je ook gewoon een groei met hoe je dit op gaat bouwen, zeg maar. Dus ik ben daar zelf... ik vind het journal echt leuk. Ik ga de pagina verder opbouwen met Cadence. Ik ga de verf gebruiken, de hybride. Nou, ik heb nog niet alle kleurtjes. Dus ik ben ook af en toe gewoon een beetje zoekende van, nou, wat past nou bij mijn pagina? Ik denk dat ik vanavond ga voor de witte. Want ik wil niet te veel kleur in mijn pagina. Ik ga voor de kleur Mild Blue en de kleur Pastel Green. En dan kijk ik wel hoe dit gaat worden. Misschien dat ik straks nog wel andere kleuren erbij ga pakken. We zullen zien. Ja, het is gewoon een soort kunstdagboek inderdaad. Ja, en er zijn heel veel mensen die gewoon al die kaarten bewaren. En weet je, je kan ook voor jezelf zeggen van ik maak ook gewoon kaarten hierin. Je kan dezelfde stijl kan je ook gewoon als kaarten doen. Als je ze niet te dik opbouwt, dan kan je dat ook gewoon lekker bewaren in je journal. Dan heb je ook voor jezelf gewoon een soort dagboekje op kaartengebied. Ik ga als eerste beginnen met mijn penseel om wat verf aan te brengen. Ik denk dat ik het deze keer op verschillende manieren even aan ga brengen. Kan best zijn dat ik straks ook nog even weer met een spons erbij ga doen. Even wat verschillende richtingen op. Nou, je pakt ook gewoon de randjes van het rijstpeper mee. Want dan gaat natuurlijk alles lekker in elkaar overlopen. Dan zie je straks niet al die uiteindes van je rijstpeper. Servetten moet je inderdaad ook eerst de laagjes van elkaar aftrekken. Dit is ook gewoon een stuk makkelijker met werken. Maar ja, servet kan ook gewoon. Ik weet dat Janne Jager uit ons designteam, die werkt bijvoorbeeld ook nog regelmatig met servetten. En het ziet er gewoon echt superleuk uit. Dus het kan wel hoor. Het is gewoon kijken van wat vind je zelf leuk.
Want ik heb bijvoorbeeld ook wel superleuke servetten gezien. Dat ik af en toe denk van, oeh, die pak ik er ook een keer bij me. Ja, maar je hoeft ook niet altijd met een art journal bezig te zijn. Je kan ook zeggen van, nou, de ene keer doe ik dit, de andere keer doe ik dat. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een tijdje gehad dat ik veel kaarten heb gemaakt. En nu ben ik gewoon eventjes weer helemaal in de journal mood. Ik heb nu, ja, de materialen gewoon binnen handbereik staan. En dan maak ik meestal gewoon meerdere journalpagina's in één keer. Dus ja, kijk gewoon wat jij zelf leuk vindt om te doen. Je moet kijken naar het moment waarop jij zin hebt om te knutselen, waar jij dan zin in hebt. En de ene keer is het, ja, een kaartje. De andere keer wil je lekker kliederen. Ik ben nu gewoon een beetje in de kliedermoed. Nou, ik laat de verf niet drogen. Het droogt in principe heel erg snel al, maar als je het zo een beetje vochtig houdt, dan gaan de kleuren ook nog mooi in elkaar overlopen. Ik doe af en toe, ik heb een bakje met water naast me staan en dan dep ik daar even een beetje in. En zo kan je gewoon spelen met de achtergrond. Ik doe niet te veel water hoor, gewoon echt een klein beetje. Want anders krijg je echt van die hele waterverf en dan is het effect ook weer weg. Nou, het mag streperig worden, het maakt helemaal niks uit. Want weet je, dit is ook nog maar de eerste achtergrond. Je gaat hierover straks weer opbouwen. Ik wil nog allerlei leuke producten van Cadence erbij gaan gebruiken. Je zou denken van, nou, dit ziet er toch niet uit, maar straks uiteindelijk hopen we dat het gewoon echt een leuke pagina gaat worden. Nou, ik vind op zich dit al best leuk. Even kijken waar nog wat meer blauw bij kan. En ik denk dat ik straks met de Vintage Legend nog wat meer donkerblauw erbij ga doen. Ik heb me ook over deze stukjes van het rijstpeper, de hoekjes, kan je ook nog gerust wat verf doen. Dan gaat het helemaal in elkaar overlopen. Een beetje wit eroverheen dat het net wat rustiger weer wordt. Vind je sommige stukken te heftig geworden, kan je ook wit weer overheen doen. Nou, ook hier onderaan pak ik gewoon nog een beetje verf mee. Nou, en zo hebben we al een heel mooi begin. En de ene keer begin ik op deze manier met opbouwen. De andere keer ga ik bijvoorbeeld, wat ik ook wel eens doe, is bijvoorbeeld eerst al helemaal een achtergrond maken met verf of oxides of iets dergelijks. En dat ik daarna pas de rice papers opplak. Dus kijk gewoon even voor jezelf van welke volgorde vind jij lekker werken. Ja, klopt. Als je inderdaad met oxides werkt en dan met gel medium eroverheen, dan moet je af en toe eventjes oppassen met je achtergrondje. Want dat kan zijn dat hij een beetje mee gaat pakken. De gladde of de watercolor. Ik weet niet waar het precies over gaat. Nu ben ik aan het werk met een pagina gewoon uit mijn journal. Dus ik heb nu gewoon het, ja, eigenlijk een watercolor papier wat in mijn eigen journal zit. Waar ga ik nu mee starten? Wat ga ik als eerste doen? Ik ga denk ik beginnen met wat stempelen. Wat voor inkt ga ik er deze ronde bij pakken? Ik ga denk ik de archival inkt pakken. En ik gebruik mijn favoriete kleurtje, de Peat Moss. Nou, gewoon een beetje willekeurig op je stempel deppen. En die drukken we eventjes overal af. Kan ook gewoon over de rijstpepers heen. Kijk, zie je, zo lijkt de achtergrond gelijk alweer een heel stuk anders.
Dus dat is al alleen door eventjes een keer een stempeltje eroverheen te gaan doen. Dus je gaat nu gewoon echt aan het opbouwen voor je achtergrond. Nou, je bent zeker nog niet te laat. Ik ben nog maar net begonnen, dus je kan gewoon nog lekker aanschuiven. Wat ga ik nog meer stempelen? Ik ga mijn muzieknootjes stempelen. Even kijken of ik een acrylblokje heb in de juiste maat. Even mijn penseel in het water zetten. Ik lees ondertussen even mee. Je bedoelt van het water art. Het is ook wat je zelf leuk vindt, gladde of de andere kant. Ja, je moet ook even kijken van wat vind jij bijvoorbeeld makkelijker werken. De ene kant is natuurlijk makkelijker om mee te werken dan de andere kant. Glad is natuurlijk altijd makkelijker. Ik ga even kijken of de kleur Sky Blue een mooie kleur is. Dan moet ik eventjes een papiertje erbij pakken. Want dat gaan we eerst eventjes testen natuurlijk. Ik denk dat dit wel een leuke kleur is. Nou, dat is de kleur Sky Blue. Maar ik wil hem eigenlijk wel lichtjes afgedrukt hebben. Dus ik ga hem eerst even één keer afdeppen. Nou, daar zie je dus niet veel van. Dus ik ga hem niet één keer afdeppen, want anders dan is het effect weg. Dan hebben we geen muzieknoten. En die wil ik toch wel graag op hebben. Oh, helemaal leuk. Die kleur die past er gewoon echt heel goed bij. Met een rommeltje erop. Hier ga ik ook nog een beetje muzieknoten doen. Ik vind het helemaal leuk worden al. Kijk, en zo ga je gewoon gaandeweg ga je een beetje kijken van, nou, hoe wil ik hem nou hebben? Wat vind ik leuk? Ga gewoon een beetje op je gevoel af, want wat doe ik erop? Nou, de billendoekjes die zijn hier helemaal heilig op het moment. Daar kunnen we niet meer zonder. Even kijken, wat gaan we er nog meer bij doen? Ik heb nog hele leuke stiksteekjes. Ik denk dat ik daarvoor maar de blauwe inkt weer pak, de faded jeans. Ik pak altijd gewoon alles door elkaar heen hoor. Ik kijk niet qua merk wat ik gebruik. Ik kijk gewoon echt qua kleur en het is gewoon mixed media, dus alles kan door elkaar heen. Nou, die wat ik nu pak is inderdaad wel dezelfde als afgelopen vrijdag. Maar die Peat Moss, die had ik vrijdag niet gebruikt. Want die kleur die paste niet zo goed bij de creatie van afgelopen week. Nou, deze stempel pak ik vaak maar gewoon een klein stukje van. Zit het niet helemaal recht, dan maakt het ook helemaal niks uit. We moeten het perfectionisme een beetje leren los te laten, hè? Daar ben ik tenminste wel hard voor in de leer. En dan is dit wel een hele goede basis. Kijk, meestal doe ik dingen in drie. Nou, ik vind dat... Kijk, dat kun je al wel weer zien, drie stukken. Nou, we gaan wel zien wat het gaat worden. Nu ben ik nog een klein beetje aan het twijfelen wat ik met deze creatie ga doen. Want eigenlijk moet ik ook nodig met de bloemenstempels aan de slag. En ik zat te denken, misschien is het wel leuk
om een van de bloemenstempels erbij te gaan gebruiken. En ik ga eventjes kijken. Ja, ik denk dat we deze er... ik ga dat sowieso vanavond niet redden om deze ook in te kleuren. Maar ik denk dat ik er deze straks wel op ga verwerken. En ja, dat ga ik doen. Ik vind hem wel erg leuk erbij. Dus dit is een stempel die ook in december uit gaat komen. Dat is deze mooie. Dat zijn de cyclamen. Ik ga die dan ook, denk ik, gewoon lekker in de blauwe kleur doen. Dat gewoon echt een beetje in de achtergrond overloopt. Maar dat ga ik niet redden. En ik ga ze dan inkleuren. Ik ga gewoon gelijk even laten zien vanavond. Het is gewoon een leuke knusse uitzending. Ik ga hem dan maken met mijn eigen watercolors. En dit zijn de kleurtjes die dus in het set zitten. Er zit dus ja, blauw in, er zit roze in, er zit paars in, er zit bruin in. Dus echt allerlei leuke tinten. Ja, misschien dat ik deze ook wel een keer live ga kleuren. Maar dat zal nu niet lukken. Ik vond dit wel echt heel erg tof. Ik werd daar zo blij van toen ik deze thuis kreeg. Is echt, ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Wat ga ik nog meer doen? Ik wilde eigenlijk ook nog wat meer groen erbij in hebben. We gaan gewoon die inktspetters ook weer gebruiken. De inktspetters. Wat voor kleur? Ik ga kijken of de kleur Peeled Paint erbij past. Ja, dat kan wel. Had in principe iets donkerder gekund, maar oké. Het hoeft niet perfect. En een iets lichter vlekje erbij naast. Nou, die kleur die matcht toch wel leuk. Gaan we hier ook iets over het rijstpeper doen. Ja, ik ben ook heel blij met die extra uitbreiding. Ook met die ja, greybot elementjes, zeg maar. Dat werkt ook zo verslavend. Misschien dat ik er dat straks ook nog wel op ga doen. En dat we die lekker met embossingpoeder gaan verwerken. Dat kunnen we best wel doen, of niet? Het moet tenslotte een pagina worden waar we blij van worden. Dus we gaan gewoon lekker door totdat we tevreden zijn. Ik doe deze gewoon 4 keer. Niet zeuren. Het hoeft niet altijd 3. Nou, mocht je deze creatie dus graag in het echt willen zien, 14 december hebben wij een demodag. En dan wordt deze nieuwe lijn gelanceerd en dan kun je dus ja, eventjes bij mij kijken. Ik ben er zelf van 11 tot 1. En de rest van de dag is Jeanette aanwezig. Die is er gewoon vanaf 's morgens vroeg, zeg maar. En die zal de hele dag gaan demonstreren met deze lijn. Er zit ook nog een hele leuke in, een hele leuke stempel in mijn lijn met die stipjes. Nou, ik ga wat blauwe stipjes erbij doen. Dat is deze kleur. Gaat je lijn ook nog verder dan december? Hoe bedoel je dat mijn lijn verder gaat dan december? Dit is gewoon weer ja, een nieuwe aanvulling, zeg maar. En ja, wat er in de toekomst, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat, ik ben geen helderziende, heel gelukkig. Dus ik kan niet voorspellen wat er allemaal nog ja, gaat gebeuren. Dat is voor mij ook allemaal een verrassing. Voor jullie een verrassing, voor mij een verrassing. Voor nu geniet ik in ieder geval enorm van dit allemaal. Wat het merk is van de watercolor. Die is uit mijn eigen lijn.
Dat is dit setje. Dus ook gewoon van Studio Light. Het Mindful Art Collection Watercolor Set. Met ook echt allemaal van die mindful namen. Dus Purity, Peace, Loyalty. Dus dat is ook allemaal gewoon bewust uitgezocht. Nou, het is vanavond volgens mij gewoon een beetje ook een kletsavond. Ik ben gewoon echt van alles aan het doen. Hij gaat al helemaal leuk worden. Deze gaat daar weer overheen. Kijk, zo zie je, zo kun je met die rice papers, kun je elke keer weer wat anders maken. Eigenlijk is elke creatie wordt gewoon echt weer uniek. Je kan er zoveel kanten mee op. Ik ga eens even kijken, dat chipboard of greyboard. Dan kunnen we er best in gedeeltes overheen gaan plakken. Even kijken, hier een stukje. Of ik ga hem zo meteen eerst even op kleur brengen. Maar dan ga ik eerst mijn thee even opdrinken, dames. Want anders dan is die weer helemaal koud. Ja, weet je, deze lijn is ook gewoon eigenlijk tijdloos. Want het zijn gewoon zoveel verschillende kleuren. Dit is gewoon een allrounding. Het is niet zoals de kerst of zo dat je dat dit gewoon tijdelijk is. Ik ga het ook weer oppakken. Vind het zo leuk om te zien. Ik weet niet wat je leuk vindt, Karin. Ik heb een pre-order staan. Als ik nu rice paper bestel, kan dat dan samen met de pre-order verzonden worden? Maria, je moet dan eventjes contact opnemen met de winkel. Dat durf ik allemaal niet te zeggen. Ik doe zelf de bestellingen niet. Ook het internet werkt niet. Ik zal echt werkzaamheden af moeten stoten. Dus ik ben meer voor het creatieve gedeelte en het... webwinkel gebeuren moet je echt voor in de winkel zijn. Nou, ondertussen ben ik ook een klein beetje aan het brainstormen van wat ik verder ga doen met mijn pagina. Ik wilde eigenlijk ook nog de groene cadens erbij gaan doen. Dat was een nieuw kleurtje. In ieder geval, de thee is op. Dan hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken. Ik zit te denken, zal ik hem deze keer eens met embossingpoeder gaan doen? Ik denk dat het wel leuk is om hem in donkerblauw te doen. Of ik moet... Ik kan ook twee kleurtjes doen. We gaan het gewoon proberen. Doe eens gek. Het is gewoon speelkwartier vanavond. Kan dat beter met iets anders doen. Waar heb ik die? Ik ga eventjes weer zoeken. Want als ik hem helemaal wil bedekken, dan kan ik beter mijn embossing-dapper gebruiken. En dan ga ik hem eventjes goed bedekken met die Versamark inkt. Nou, je ziet vanzelf wel of je het geraakt hebt, want het wordt overal wat donkerder. En het krijgt een soort glimlaagje. Het is gewoon ideaal. Het is eigenlijk gewoon de bekende Versamark inkt, alleen dan in een potje. Ik ga even de achterkant van mijn papiertje pakken, want dan kan ik de... embossingpoeders eroverheen doen. En omdat ik twee kleuren wil gaan gebruiken, ga ik eerst dit even afhalen. Ook ben aan het knoeien. Mijn papier gaat alweer door de verf heen.
Dat krijg je als je de verf er gewoon op laat zitten. Maar daarvan krijgen we ook lekkere vieze handen. Heerlijk. Ik hou er wel van. Nou, een beetje groen erbij. Hoe dit uit gaat pakken, geen idee. We zien het zometeen wel. Ik denk dat het wel leuk gaat worden. Dit zijn de embossingpoeders van Lindy's. Ik zal zo meteen even kijken voor de kleurtjes. Zo. We gaan eerst kijken of het erbij past. Het kan best zijn dat als ik het straks verhit heb, dat er helemaal niet bij past. Dus ik ga zo eens even kijken. Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Dat het wel leuk gaat worden. Nou, ik gebruik mijn Poki Tool weer. Ik vind hem gewoon ideaal. Nou, de Lindy's die heeft echt een heel mooi glansje in de embossingpoeders. Ik zal het zo meteen even proberen dichtbij te laten zien. Het is gewoon superleuk spul. Kijk eens, dit is wel echt leuk. Ik denk dat ik hier over het midden nog een klein beetje van die groenige kleur ga doen. Dit is wel leuk. Ik ga nog een klein beetje van die groene erbij doen. Gewoon weer eroverheen. Je kan hiermee ook gerust laagje over laagje doen. Het pakt wel anders uit dan ik verwacht had. Ik dacht dat die kleur lichter zou zijn. Maar ik vind het wel heel erg tof worden. Kijk, dat is soms dan, weet je gewoon van tevoren niet hoe het eruit komt te zien. Dat is gewoon testen, proberen. En soms krijg je gewoon echt een heel verrassend effect. Zo. Nou, en wil je het nog verder bewerken, dan kan je er eventueel nog met een leuk waxje overheen gaan. Daar echt een beetje met die vingerwax eroverheen. Nou, ik ga even kijken waar ik wat stukjes ga plakken. Ik knip het gewoon even aan stukjes. Ik vind bij deze vind ik niet passen dat er in één keer zo'n groot stuk opkomt. En dit gaan we ietsjes afronden. Ik denk dat ik die er zo overheen ga doen. Ja, dit is gewoon een soort Versamark, alleen dan in een, in een potje. Nou, ik vind dat helemaal leuk zo. Dus dat greybot, dat kan je ook gewoon in stukjes gaan knippen. Ik heb de kleurtjes Hyacinth Blue Jade en Weeping Willow Green Gold gebruikt van de Lindy's Embossing Poeder. Ik zal later alles er wel eventjes in gaan linken. Ik zie dat jullie ook hele verhalen aan het typen zijn. Ik mis geloof ik wel een klein beetje. Als je wil gaan starten met een art journal, koop zeker in het begin alsjeblieft niet te veel. Je hoeft niet overal veel van te hebben. Kijk naar wat voor kleuren hou ik van. En begin even met een paar basiskleuren. Kleuren kun je onderling ook heel goed gaan mengen. Dus
meng even liever wat en probeer het eerst. Want je moet ook kijken of het jou bevalt om met art journals bezig te gaan. En gaandeweg leer je pas wat een beetje jouw favoriete kleuren zijn. De een houdt van felle pagina's. Ik ben zelf meer van de, ja, toch meer de vintage kleuren, de pasteltintjes. Hele felle verf zul je bij mij niet veel zien. Dus ga jij in het begin gewoon domweg in het wilde weg wat aanschaffen. Daar krijg je echt geheid spijt van. Begin gewoon echt met een kleine basis en bouw het langzamerhand uit. En daarbij is ook het volgende advies nog van, koop je in één keer te veel, je gaat door de bomen het bos niet meer zien. Je weet dan niet meer waar je aan moet beginnen. Hoe meer je hebt, hoe meer je jezelf gaat blokkeren in je creatieve brein, want je wilt gewoon dan ook alles gaan gebruiken en dat kan gewoon niet. Dus start gewoon echt met, ja, een minimaal begin en kijk ook wat je thuis hebt. Ook van de kaartenhobby kan je heel veel producten verwerken in een art journal. Dus je hoeft niet een compleet nieuwe uitzet te hebben. Dus dat is een beetje van, ja, ga er eventjes bewust naar of ja, goed naar op zoek van wat denk ik dat ik veel zal gaan gebruiken. En ik wil echt veel aan jullie verkopen, maar het liefste geef ik jullie goed advies dat je gewoon elke keer iets doet, want echt, je blokkeert geheid. Nou, ondertussen begint dit al helemaal leuk te worden. Ik ga alvast even nadenken welke tekst ik erop wil gaan doen. En ik heb nog mijn mask stencils natuurlijk. Maar ik vind vaak wel makkelijk om de tekst alvast even uit te zoeken. Dan weet ik waar die ongeveer gaat komen. Wat voor ruimte ik nog over heb voor mijn mask stencils. Ik kan er de tekst bij gaan stempelen die in het boekje zit, maar ik vind die zwarte teksten altijd wel leuk. Even kijken wat we gaan doen. Ik ga ook gewoon weer de Nederlandse teksten doen. Nou, wees jezelf bij alles wat je doet. Nou, vanavond ben ik gewoon echt lekker helemaal mezelf gewoon aan het knutselen en jullie zitten gewoon mee te doen. Dus die past er helemaal op. Waar ga ik die plakken? Wees jezelf bij alles wat je doet. Nou, dat gaat zo niet passen. Ik kan hem ook hier bovenaan twee keer doen, dat ik deze daar iets overheen plak en die daaronder. En dan kan er eventueel nog een klein tekstje onderaan erbij. Wat doen we er nog meer bij? Je bent uniek zou ik er eventueel nog bij kunnen doen. Want in principe is dat ook zo. Ja, iedereen is uniek ook ja, in wat je maakt. Dus kijk niet te veel naar wat een ander maakt. Nou, geloof in jezelf. Ik werk nu dus gewoon eventjes precies vanuit mijn gevoel. En dat is wat ik ook moet leren. Dat ik niet altijd perfect hoef te presteren. En dat het goed genoeg is wat ik doe. Dus dit gaat er opkomen vanavond. Dat zijn de teksten. Dan vind ik dat ik hier nog wat moet gaan doen. En ik wil ook nog aan het stoeien met mijn Vintage Legend Cadens. Dus ik ga even kijken wat ik erbij ga pakken. Oh, ik heb nog die hele leuke swirl. Van deze kunnen we ook die losse swirl gaan pakken. En die gaan we dan met structuurpasta doen. Dan moet ik eventjes mijn tapeje erbij hebben.
Ja, dat klopt, Ans. Ik plak inderdaad de tekst eigenlijk altijd recht. En geen idee waarom, maar dat is dus ook gewoon... ja, dat is eigenlijk mijn stijl. Dat past bij mij, dus ik plak ze gewoon recht. Een ander die doet ze schuin. Je moet kijken naar wat jij wilt. Die Nederlandse teksten die komen nog. Die zijn er rond 14 december. Even kijken. Dit is de reliefpasta. Die moet ik niet hebben. Ik moet de structuurpasta hebben. Waar is die? Want ik heb van Cadence ook structuurpasta. Reliefpasta. Die heb ik nog niet eerder gebruikt. Hij is alleen tijdens een workshop een keer gebruikt. Dus die ga ik ook gewoon even testen. Want dit is een iets goedkopere structuurpasta. Ook van het merk Cadence. En we gaan gewoon kijken of die goed bevalt. Normaal gesproken werk ik eigenlijk altijd met die structuurpasta van Dutch Doobadoo. Ja, af en toe moet je ook andere dingen testen. Ik denk dat ik nu redelijk laag ga werken. Al valt mee, geloof ik. Nou, met structuurpasta pak gewoon niet te veel. Je kan beter even twee laagjes doen dan dat je te veel doet. Want dan gaat het onder je werk zitten. Daar een swirl, maar... Eén swirl vind ik niet leuk. Dus we gaan hem hier ook nog over het project heen doen. Nou, volgens mij komt deze ook wel gewoon weer goed door de keuring. Is deze ook gewoon prima aan te bevelen. Ik meen uit mijn hoofd dat zo'n pot 3 of 4,95 kost. Dus... Dat is ook voor beginners is dat natuurlijk wel een leuk prijsje. Oh, ik stoot tegen mijn camera aan. Even kijken. Dan gaan we hem 3 keer doen. Eigenlijk moet alles wel 3 keer. We kunnen hem ook een gedeelte hier overheen doen. Moet je even ervoor oppassen dat je natuurlijk niet over die natte gedeeltes heen gaat. Want dan plet je dat weer. Ik ga het straks eventjes met de heat tool droog maken. Kijk, nu had ik daar natuurlijk al gestempeld. Maar dat maakt niet uit. Op zo'n manier ga je gewoon echt een achtergrond opbouwen. Dan ga je stempelen. Dan ga je met masks eroverheen. Kan best zijn dat ik straks nog weer wat ga stempelen. Ik werk gewoon net zo lang totdat ik zelf tevreden ben. Ik vind dat leuk, zo'n klein stukje. Dat ga ik aan nog een paar hoekjes doen. Gewoon proberen. Ik wil het hier ook in de hoek hebben. Nou, er zullen, als je bijvoorbeeld echte mixed media mensen hebt, die zullen nu wel denken van, wat doe jij dat allemaal voorzichtig? Ik ben ook nog niet zo heel kliederig daarin. De ene keer wel, de andere keer niet. Dus probeer voor jezelf ook gewoon een werkwijze te vinden wat jij makkelijk vindt. Even kijken. Ook rechts in de hoek. Wel eerst even... Dit wegwerken, maar anders heb ik straks mijn hele achtergrond vies. Dit wordt een beetje creepy. Ik ga het eerst even droog maken, want anders dan heb ik mijn structuurpasta zometeen niet goed meer. Nou, over structuurpasta zou je ook nog met een embossingpoeder kunnen gaan werken. Ik doe dat nu niet, omdat ik dat witte gewoon wel erg leuk vind. Maar dat is even, ja... Zelf kijken van wat vind je het leukste. Wat is het verschil tussen structuurpasta of reliefpasta? Dit is gewoon beide is het, hetzelfde. Je hebt van Cadence heb je ook
texture paste. Daar was ik net even mee in de war. En die texture paste, dat is dus een grove korrel. En daarmee kun je dus niet zo makkelijk door je mask stencils werken. Dus voor dit moet je echt eventjes die, ja, gewoon de classic relief pasta hebben. Nou, ik zie dat, dat ik vanavond echt dit ding niet af ga krijgen. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik ga toch geen derde stuk erbij doen. Ik had dat hier in het hoekje willen doen, maar ik ga het niet doen. Dat vind ik jammer. Nou, deze maak ik straks wel even schoon. Doe er wel echt een plastic zakje tussen, want die potjes die gaan dicht zitten. Ik ben het zelf helaas ook weer bij een potje vergeten. En die zit dus gewoon ook echt muurvast nu. Ik krijg hem niet meer open. Ik moet even zien dat ik mijn broer lief aan ga kijken. Dat hij hem voor mij openmaakt. Ik ben nu mijn deksel ook kwijt. Die heb ik hier. Dus echt eventjes goed afdekken. Dat is echt voor het behoud van je spulletjes. Deze gaan we even weer dicht doen. Ik was mijn lijm alweer vergeten. Waar ga ik nu mee verder? Ik wil er nog wat groen bij hebben. Ik wil eigenlijk nog met die Vintage Legend bezig. Ik ga het gewoon proberen. Nee, onder de warme kraan, daar krijg je ze echt niet mee open. Ze zitten zo goed vast dat het echt niet gaat lukken. Daar heb ik echt mankrachten bij nodig. Nou, dit groene wil ik niet te overheersend hebben. Dat moeten gewoon wat accenten worden. Dus ik dep even een beetje. Dit roer ik eerst, want dit is dus de Vintage Legend. Daar zit een grove korrel in. En ik wil dat een klein beetje eroverheen hebben. Dus ik schraap gewoon even met mijn spatel. Gewoon een beetje over mijn project heen. Nou, hou je er niet van. Dit is gewoon echt meer kliederen. Laat je het gewoon lekker achterwege. Ik hou zelf wel van een beetje die vieze achtergronden. Ook over de tekst kun je dat gewoon nog weer ietsjes heen doen. Dus gewoon echt voorzichtig, een klein beetje, niet te veel. Ik heb ook gewoon veel te veel gepakt, zie ik wel. Ik had lang niet zoveel nodig. Zo. Even mijn plastic zakje ertussen. Ik zal er straks even een nieuwe tussen doen, want ik ben bang dat dit alsnog gaat doen. Welke kleur is dit? Dit is de leaf green. Wat ga ik nog meer doen? Ik vind hem nog niet helemaal klaar. Wel bijna, maar nog niet helemaal. Ik ga even kijken. Misschien is het te heftig. Ik ga eens even kijken hoor. Dit is een kleurtje die ik nog niet eerder gebruikt heb. Ik ga het gewoon proberen. Spetterende overheen. Dat kan misschien ook nog. Maar ik denk dat ik voor het spetteren dan wat anders ga gebruiken. Daar ben ik nog niet nog niet helemaal over uit. Nou, deze moet ik eerst even doorroeren. Ik ga eens even kijken of dit wel wat wordt. Nou,
Het zou denk ik niet verkeerd zijn. Oh, ik heb vieze handen, dames. Het begint echt een kliederuitzending te worden. Het is wel een leuke kleur. Ja, ik denk dat als ik te veel spetters nog ga doen, dan ben ik bang dat het weer een hele rommelige achtergrond gaat worden. En dat krijg ik nu natuurlijk al een beetje door die Vintage Legend. Dus dan moet ik oppassen dat het niet te erg gaat worden. Ook een beetje langs de randen. Oeh, ik vind dat blauwe langs de randen wel leuk. Gewoon even een klein beetje er langs smeren her en der. Dus dat kan je met je spatel eventjes doen. Nou, dit is de kleur Fresco. Dat is een nieuw kleurtje. Of tenminste voor mij een nieuw kleurtje. Maar ik vind hem helemaal leuk. Past ook wel weer bij de lijn. Zo. Nou, dit is echt superleuk spul. Hier zitten dus echt van die grove korrels in. En die kan je dus ook gewoon, ja, eigenlijk overal een beetje aanbrengen. Ik vind dit helemaal leuk. Ja, ik denk dat ik voor de afwerking straks nog wat frontage eroverheen ga doen. Ik denk dat dat leuk is. Of die spekkels van Ranger. Nou, dit wordt toch al leuk. Al zeg ik het zelf. Ja, dit is een hele leuke kleur blauw. Ik ben er wel blij mee. En weet je, je kan zo'n achtergrond kan je ook gewoon net zo lang opbouwen totdat je zelf tevreden bent. Ik ga sowieso nog iets helemaal rondom de randen doen. Maar wat ik daar precies mee wil, dat weet ik momenteel eigenlijk nog niet. Dat ga ik vanavond helaas niet afkrijgen. Ik ga nog eventjes een paar highlights erop doen en mijn bloemetje erop leggen. En dan ga ik hem een andere keer eventjes afronden. Maar dan hebben jullie al wel een heel groot gedeelte gezien. Want ja, het enigste wat ik nog ga doen is dan die bloem nog even kleuren en wat, ja, finishing touch dingen. En dat zal ik dan zeker ook wel op mijn blog gaan beschrijven. Ik doe vaak voor de highlights mijn Signo Uniball. En dan zet ik gewoon her en der eventjes wat accentjes. Ja, ik merk aan mezelf dat het voor vanavond of voor vandaag wel eigenlijk genoeg is geweest. En dan moet je ook gewoon gaan stoppen, want dan kan je wel doorgaan willen knutselen. Dat je zegt van nou, ik wil het per se af hebben. Dat gaat gewoon niet lukken. Af en toe moet je de dingen gewoon even weer aan de kant leggen en dan de volgende dag met een frisse blik ernaar kijken. En dan, ja, zie je ineens ja, wat je eigenlijk mist aan je project. Ik heb ook nog wel een aantal halve pagina's liggen dat ik denk van ja, hoe ga ik nou de finishing touch doen? En ze komen allemaal vanzelf wel af. Maar je kunt dat gewoon niet dwingen. Soms moet je gewoon eventjes geduld hebben. Een pagina hoeft niet altijd in één keer af. Het gaat om het proces dat je gewoon even, ja, lekker je hoofd leeg maakt. Gewoon lekker creatief bezig bent. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik merk dat ik vanavond wel moeite heb om jullie reacties allemaal mee te lezen.
Dat ligt meer aan mij, omdat ik gewoon behoorlijk moe ben, zeg maar. En dan kan ik iets moeilijker mijn focus houden. Dus als ik wat reacties gemist heb, ik ga het zo snel mogelijk nog weer nalezen. En dan antwoord ik nog wel. Maar ik had zoiets van, ik ga lekker gewoon eventjes live. Ik vind het zelf gewoon gezellig. Eventjes een beetje, ja, contact weer met de sociale buitenwereld. Jullie vinden het leuk, ik vind het leuk. Dus dan zijn we beide weer blij. Nou, die highlights, daar doe je gewoon een beetje op gevoel. Gewoon lekker beetje kliederen, beetje klodderen. Ik denk dat ik die verfspetters met nog een beetje zwart ook aan ga zetten. En uiteraard moet ik natuurlijk nog mijn bloem in gaan kleuren. En die gaat hier weer overeen komen. Dus die valt ook gewoon weer over het rijstpeper heen. Dus het uiteindelijke resultaat houden jullie nog van mij te goed. Ik moet hier dus nog mee verder, maar voor nu ben ik al wel heel tevreden over het resultaat. Dit is in een uurtje knutselen. En ja, ik ben met zulke soort pagina's ben ik soms gewoon echt wel 2 knutselsessies bezig. Dus dat lukt gewoon niet altijd. Voor mij hoeft het ook echt niet binnen 1 keer klaar te zijn. Nou, ik zal de gebruikte materialen voor jullie nog eventjes gaan linken. Want dat had ik dus nog niet gedaan. Dat doe ik zo meteen nog eventjes. En dan vind ik het daarna ook weer mooi geweest voor deze zondagavond. Ik wil jullie allemaal nog een hele fijne avond wensen. Iedereen heel erg bedankt weer voor het meekijken en voor de gezelligheid. En tot de volgende keer maar weer. Aanstaande woensdag is Jeanette weer live en dan kun je gezellig workshoppen bij Jeanette. Dus mocht je daarmee willen doen, je kunt je spulletjes alvast klaar gaan leggen. Fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei!